Wat zijn dat, aardbeien? Ja. Er zitten toch helemaal geen aardbeien aan? Ja, maar hij gaat nog groeien. Het idee voor de moestuin komt van Antoinette Bolster, lerares van de school in de wijk. Na een heel jaar werken in de tuin is de oogst altijd een bijzonder moment. Het is feest, het weer werkt mee en ja, ze vinden het fantastisch. Nou, dit zijn hele mooie bloemen, hè? Chrysanthemum, zie maar. Allemaal verschillende kleuren. Zijn die giftig? Nee, die zijn niet giftig. Nee. Maar we gaan ze plukken en dan gaan we allemaal bloemen verzamelen en dan gaan we er straks een mooie bosbloemen van binden. De moestuin is al lang niet meer alleen van belang voor de school. Het is ook een ontmoetingsplek geworden voor de wijkbewoners. Je merkt dat mensen elkaar toch vaker aan gaan spreken. En dat ze ook hier op zaterdagmorgen eventjes weer binnenkomen wippen. Ik kom even een kopje koffie drinken. Hebben jullie sla? Oh, neem ik ook even een kropje sla mee of een paar boontjes mee. En ze leren elkaar beter kennen. Je merkt dat er meer verbinding komt in de wijk. Ah, toppie. Zullen we er nog één doen? De zelfgemaakte bossenbloemen zijn bedoeld om wijkbewoners blij te maken. Maar jezelf er blij mee maken mag natuurlijk ook.